Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Het is weer eens tijd. Prachtig kanaal is het toch. Maar in ieder geval, daar is het niet voor. Want we zijn natuurlijk bij de 12e aflevering alweer van After Name van Villalba. Want zo hard kan het ook wel weer gaan. Ja, als Villalba een blessure heeft en amper ja, een speelminuut op maakt. Ja, dan krijg je ook geen vorm. En blijkbaar komt er geen MOS-team in season, heb ik vernomen. Want onder andere Valeri zit bij Best of the World. Dus dan krijgt Villalba daar helemaal geen heen. Want zo goed was Villalba nou ook niet. Ik bedoel, was geen wereldster in de MOS. Ook altijd een super seizoen, maar ja. Valeri heeft volgens mij beter gedaan, maar ja. Ik weet er niet zoveel over hem. Boeit allemaal niet. Dus ja, waarschijnlijk is de kans om Inform en Team Season wel erg klein aan het worden. Ja, Inform kan natuurlijk altijd wezen, gewoon een goede wedstrijd. Maar ja, als je hem alleen maar mag invallen en vervolgens wordt gewisseld omdat je keeper rood krijgt, dan schiet het ook eigenlijk niet op. En als er zo weinig Team Season komen voor onder andere Eredivisie, dan komen er bizar weinig, alleen maar in Rest of the World. Er komen er zo weinig van Portugal, zo weinig van Turkije en nu ook zo weinig van de MLS. En dan slaat iedereen toch wel even een plank mis, want vorig jaar waren het gewoon allemaal losse Team Seasons. En natuurlijk was het best op de world, weet je. Dat weten we allemaal wel. Maar toen waren er ook gewoon losse Team Seasons. En nu doen ze alleen maar, ja, hoge competities? Ja, 99, 98, 97, prima joh, die gaan ze allemaal kopen. Ja, ik pack ze vervolgens niet. Maar hey, wat is dan het doel van IE? Als je ze niet packt, ze te duur zijn. Wat heb je er dan aan? Echt, wat heb je eraan? Maak dan gewoon leuke losse teams met leuke kaartjes, zoals die van Lozano. Maar nee, moet je weer een SBC doen en dan heb je weer een kans dat je hem packt. Oftewel, je hoeft hem... Ja, je kan daar gewoon niet packen dus. Want het is minste packluck of... Ja, Robin packt hem dan wel, maar toch. Dit is de beste speler van alle Team Seasons. Dus ja, die wordt dan ook een minst gepackt uit. En hij is 200k. Het helpt allemaal niet. Dus IE... Ja, ze kijken waarschijnlijk niet. Tuurlijk kijken ze niet. Maar ja, dit is toch wel echt heel erg verkeerd. Maar goed... Die Team Seasons komt dus niet. En dat maakt het ook deze serie wat minder leuk. Want ik heb van minder mensen gehoord van ja, het is allemaal een beetje hetzelfde. Natuurlijk, elke aflevering is eigenlijk precies hetzelfde. Het is natuurlijk, ik laat de voorspellingen zien. Ik zeg mijn voorspelling, ik zeg hoe de wedstrijd is gegaan. Ik zeg wat de scores zijn. En ik geef mijn weer van mijn voorspelling. Ja, het is eigenlijk niet anders dan normaal. En dat begint ook wel saai te worden. En dat snap ik op zich. Want ik bedoel, elke keer naar mijn kop kijken die dingen zegt. Daarom zal ik aan het einde ook nog wat leuks doen. Maar in ieder geval, dat komt zo. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat het een beetje saai wordt, weet je. En daarom hoop ik ook dat nieuwe dingen die ik nu ga zeggen weer wat leuker zijn. Maar ja, als je elke aflevering precies hetzelfde zegt, dan wordt het ook niet veel beter op. En bovendien, de meeste series zijn ook een beetje leuk geëdit, zit veel gameplay in. Ja, dan kan je er ook bij naar blijven kijken natuurlijk. Als je alleen maar gepraat wordt, ja, dan kan ik ook voorstellen dat het een beetje saai wordt. Dus vandaar dat ik er ook heb besloten om mee te stoppen. Tuurlijk, als er geen vorm komt of geen Team Season, dan is de serie eindeloos. En ja, dan stopt het uiteindelijk maar als FIFA 19 komt. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is een serie wordt leuk zijn, spannend. Ja, als het maar eindeloos duurt en je weet elke keer komt precies dezelfde video. Ja, ik ga het ook vervelend vinden bij bepaalde kanalen. Ik bedoel, er zijn bepaalde kanalen waar series zijn. Niet van Mark, maar die van Mark is leuk. Maar er zijn bepaalde kanalen met series van ik denk van, jezus, stop er nou eens mee. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat jullie denken van, stop ermee. Dus vandaar dat ik dat heb besloten. Maar we gaan nog iets leuks aan toevoegen voor nummer 1. Want als jullie weten, als je nog niet weet, check dan even de eerste aflevering. Ga ik een wedstrijd spelen tegen nummer 1. Dus degene die de meeste goede voorspellingen heeft gedaan. En dan is het bedoeling dat ik dan met Info-Villabba of Team Assistant-Villabba speelt. Nou, dat gaan we dus niet worden. Dus ik ga gewoon met zijn normale kaart spelen. En dan ga ik er wel een leuk teamje mee maken. Want ja, in het team waar het nu zit, ja, dan moet ik hem in-game inwisselen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hij moet gelijk van de minuut 1 erin staan. Dus dat gaan we dan ook gewoon. Dat ga ik nou ook proberen. Ik ga gewoon een leuk teamje mee maken. Komt allemaal goed. Maar ik ga dus tegen nummer 1 spelen. En nummer 1, ja, die was al een tijdje duidelijk. Ook al is het verschil met de nummer 2 3700 punten. Dus in principe zou je het in twee voorspellingen zo weer gelijk kunnen trekken. Maar onze nummer 1 is natuurlijk Kevin. Die heeft het uitstekend gedaan. Heel veel goede voorspellingen. En waar wij soms dachten, en net toen hij gaat winnen. Waar eigenlijk heel veel mensen dachten, dacht hij altijd van, het wordt een nederlaag. En bijna een aantal keren dan. En dat heeft gewoon goed geholpen. Ja, zo kom je wel aan nummer 1. Gewoon durven risico nemen met voorspellingen dan. En dus ook uitslagen. En ja, dan kom je ook een stukje verder dan de rest. Want ja, ik begon redelijk. Ik stond tweede volgens mij. Maar ja, ik ben ook afgezakt. Ja, ja. Tegen mezelf spelen is ook zo saai, weet je. Dus Kevin is in nummer 1. Maar ja, nu is het zomaar gestopt. Krijgt hij zomaar, ja, hij krijgt geen 15k, maar de kans is wel groot. Maar dan is het zomaar voorbij. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Dus er komt nog, ja, hierna komt er sowieso nog 2 afleveringen. Maar goed, het is in ieder geval de laatste reguliere aflevering, zeg maar. En Kevin staat nu dus op 14,5k. Die krijgt hij dus als hij de wedstrijd tegen mij wint. Waarin ik dus speel met Villalba. Dus dat lijkt me allemaal wel duidelijk. Maar ik ga nog iets leuks aan toevoegen. Want jullie als kijkers kunnen Kevin helpen. Nou, dat lijkt me sowieso gewoon prachtig. Gewoon Kevin helpen dus. En dat kan door een hele speciale manier. Want ik heb natuurlijk een voorspelling bestond uit 4 delen.
Nou, die voorspelling, dat gaan we nu even niet meer doen, want dat is natuurlijk wat niemand meer leuk vindt. Dus ik ga een andere voorspelling van maken. Hey, prachtig. En het gaat niet om de uitslag, het gaat niet om of hij in de basis speelt, het gaat niet om hoeveel goals hij maakt, het gaat niet om de winnaar. Nee, het gaat om het aantal minuten dat Villalba gaat spelen. Oftewel, vertel hoeveel minuten hij gaat spelen. Ja, voorspeld zou ik zeggen, niet vertel, want dat is een beetje onaardig, een beetje niet leuk. Zeg maar, als je letterlijk de wedstrijd kijkt en je weet dus hoeveel minuten hij gaat spelen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Jullie moeten namelijk gaan voorspellen hoeveel minuten hij tegen New York Red Bulls gaat spelen. Red Bulls hebben ergens 60 of 7 of zo, boeit allemaal niet. Dus ja, de ene wedstrijd valt hij in. Bijvoorbeeld vorige wedstrijd tegen Orlando viel hij in. Kreeg hij nog ook een dikke kans, miste hij helaas. Logisch, allemaal wel een goal gemaakt. En de wedstrijd daarvoor speelde hij weer in de basis, maar moest hij weer worden gewisseld omdat de keeper rood kreeg. En dan werd precies eigen slachtoffer. What the fuck, Atlanta United, maar oké. Dus het kan eigenlijk alle kanten op gaan, weet je. Hij kan invallen, hij kan worden gewisseld, hij kan een hele wedstrijd spelen. Ik bedoel, hij heeft het vaak bewezen voor dat seizoen. Denk maar aan die andere wedstrijd tegen Orlando City, toen hij de mooiste goal maakte heel de MLS. Het kan gewoon. Dus daarom lijkt me nu al een hele grappige voorspelling. Natuurlijk, we hebben iets van, het zal zijn met extra tijd een beetje bij 96 minuten of zo. Dus als je voorspelt, hij staat er 76 minuten in, hij speelt rem 54 minuten, dan... Zo makkelijk kan het dus zijn, of zo moeilijk kan, is het eerlijk, maar zo makkelijk kan het gaan met welke minuut het is, weet je. Dus daarom heb ik er ook wel iets een beetje soepel in gebracht, soepelheid. Je mag er namelijk 5 minuten vanaf zitten, dus laten we zeggen, hij begint vanaf het begin, wordt in de 65 minuten gewisseld. En jij hebt 60 minuten gewisseld voorspeld, dan scheelt het maar 5 minuten, oftewel, dan kun je het gewoon goed. Dus dit gaat ook om bijvoorbeeld als die en dan in de... Hij komt in de 62 minuten, komt hij erin. En laten we zeggen, de wedstrijd duurt tot met 90 plus 5. Die extra tijd laat ik gewoon. Dat vind ik zo gedoe, echt. Dus dan gelden gewoon tot de 90ste minuut. Dus dan, als hij in de 62 minuten erin komt, dan heeft hij 18 minuten gespeeld. Even heel random gezegd dus. En dan kan je op zich wel redelijk wat goed hebben, toch? Maar dat is aan jullie. Dus lijkt me wel leuk, hè? Maar alleen maar spellen over minuten die speelt. Wat helpt dat dan, Kevin? Nou, iedereen die het goed heeft, iedereen die zijn aantal minuten dat Villalba dus speelt goed heeft, waarbij je dus 5 minuten af mag zitten, die mag een speler van mij uit mijn team halen. Dus aan het einde van deze video laat ik even een overzicht zien met Villalba dus erin, wat dus mijn team gaat worden. En dan mogen jullie, degene die het goed hebben, mogen kiezen welke speler eruit gaat. Dus Villalba die kan er niet uit, want Villalba draait het om. Dus Villalba die staat een soort sleuteltje bij, die kan er niet uit worden gehaald. Dus jullie kunnen 10 spelers eruit halen. Iedereen kan er eentje uithalen, maar je snapt wat ik bedoel. Als 10 mensen het goed hebben, dan weet je hoe snel het kan gaan. Dus, voorspel goed zou ik zeggen. Voorspel hoeveel minuten Villalba gaat spelen in de thuiswedstrijd tegen New York Red Bulls. Hij heeft geen schorsing op blessure, dus misschien is dat al wel een tip voor of hij in de baas gaat starten of dat hij gaat invallen. In ieder geval, laat even je voorspellingen achter hoeveel minuten hij gaat spelen. En als jij dus, als je dus maximaal 5 minuten van af zit, dan heb jij dus goed en mag jij een speler selecteren uit mijn team die eruit gaat tegen Kevin. Dan weet je toch al, er gaan de spelers in komen die helemaal geen chemistry oplevert. Oftewel, dat helpt Kevin alleen maar om zijn 14,5k binnen te hengelen. Want dat krijgt natuurlijk wel als hij van mij wint, 14,5k. We hebben pas al een potje tegen elkaar gespeeld en dat werd toen 6-3 voor Kevin. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje bang. Maar we hebben ook een Joster Cup, dus ik weet het allemaal niet. Ik wil wel dingen winnen en zo, weet je. Dus als ik dan dat zou verliezen, ik zou de Joster Cup verliezen van misschien van Lucas zelfs, maar ook gewoon van Kevin. Dat mag dus niet gebeuren. Dus voorspel heel slecht zou ik zeggen, maar... Het gaat erom dat het een beetje leuk wordt, dat jullie in ieder geval het plezier nog inzien. Van in ieder geval een van de laatste afleveringen dus. Dus nogmaals, voorspel even. En dan de volgende aflevering ga ik dus even bekendmaken wie het allemaal goed hebben. Wie dus allemaal spelers mogen wegstrepen uit mijn team. En dan die aflevering daarna is de wedstrijd tegen Kevin. Dus dat betekent niet dat het automatisch over 2 weken is. Kan in principe wel, maar die komt dus gewoon ergens na volgende week, weet je. Ik heb nog 1 week examens, dus weten jullie dat ook gelijk. En dan wordt dus de allerlaatste aflevering af en in verlopen. En dan zal je zien, tegen New York Red Bulls scoort gelijk een hat-trick. Die heeft wel een inform te pakken. Maar goed, dan speel ik met die inform tegen Kevin. Kan net zo makkelijk. Dus jongens, dit was voor deze aflevering. Ik zei dat het wel leuk zou aan het einde van de video zou doen. Maar goed, dat komt wel ergens los, joh. In ieder geval, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog natuurlijk. En abonneer als je nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal. En wat ik al zeg, ik hoop dat jullie in ieder geval een leuke video vonden. Minder saaie video. Het is wel een beetje 10 minuten natuurlijk. Een beetje 10 minuten is gewoon helemaal 10 minuten. Dus hopelijk heb je dit wel uitgehouden. Hopelijk vond je het leuk. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer bij, waarschijnlijk gewoon een nieuwe stream. En ik check jullie later.
Laters.